Ik ben wel een soort van bang om weer te winnen, want dan word je boos. Nou, nee. Als het gewoon niet al te veel luckbeest is, dan word ik niet boos. Het nadeel is wel dat ik al een beetje zout heb, dus dat is... Ja, precies. Nee, we gaan gewoon nieuw inzetten. Goed zo. Ik ben trots op je, Sander. Boom. Lekker, baby. Als eerste, dat is altijd gunstig. Jij moet op A. Oh, sorry. Munty. Hoe heet het? Weet je wat het probleem bij Super Mario Party was? Mijn verwachtingen waren zo hoog dat het best wel teleurstellend was. Dat is een beetje... Ja, want Super Mario Party is gewoon eigenlijk nog steeds een leuke game. Alleen, de replay value is best wel laag. Nou, ik heb dus bij mij het grootste probleem. En dat is ook gewoon puur waarschijnlijk... Ik heb de game zelf niet gespeeld. Dus vandaar dat het misschien iets zwaarder voor me meetelt. Omdat ik altijd kijk. Maar van alles wat ik gezien heb... Vind ik het gewoon echt heel kut dat de verhouding geld... en ster eigenlijk niet echt klopt. Ja, dat stoort mij gewoon heel erg. En die allies, dat is op zich leuk. Alleen, je kan, hoe heet het, er zit heel veel geluk aan ook of je allies krijgt, zeg maar. En je bent zo afhankelijk van die allies. Want als iemand 4 allies hebt en jij hebt er geen, dan heb je gewoon zo weinig kans om nog te winnen. Ja, plus, als jij, dat is een fout, die hadden ze makkelijk kunnen fixen. Maar als jij zo'n blok hebt dat jij kunt kiezen, zeg maar, dat die zo traag is dat je kunt kiezen. Ja. Dan heb je alsnog je allies die 1 of 2 gooien. Ja, ja. Dus dan moet je maar geluk hebben dat je eentje lager gooit. En als je 1 moet gooien, dan ben je sowieso al fucked. Yep. Of 2. Moet je maar precies de goede kiezen, zeg maar. Nou ja, dat is... Ah, deze is op de computer zo kut. Echt? Oh. Ik dacht gewoon move en jumpen. Dat is niet zo moeilijk. Nee, alleen het is hier veel moeilijker met... Zo. Oké, je moet op die... Oké, ik snap. Oh, hij is makkelijker dan met een Xbox controller. Toen deed ik hem met Justin deed ik hem met een Xbox controller. Toen was het... Oké, laat maar. Hoe werkt dit? Oh, je moet gewoon zo hoog mogelijk. Ah, fuck. Ah! Ik ben gewoon laatste geworden. Close. Ik was zo close. 3 yards. Ik weet niet hoeveel een yard is, maar echt heel weinig. Ja. Verhoudingsgewijs? Is het heel weinig. Ik weet niet hoeveel een yard is. Misschien is dat wel tyfus veel. Maar dat weten de Amerikanen alleen. Ja, precies. Munty, ga je de nieuwe... Jij bent, hè? Ik ben niet gewend. Munty, ga je de nieuwe Mario Party halen? Want anders kunnen we die... Want ga jij de nieuwe Mario Party halen, Sander? Ja, waarschijnlijk wel. Dan kunnen we die wel met z'n 3 keer spelen. Ja, dat is waar. Komt hij gewoon op Donkey Kong? Kijk, Casual. Ja, dat kan. Moet ik wel winnen, though. Wat doen die banana's? Dat is elke banaan die je pakt is 3 coins waard. Dat is fucking goed. Oh, dat is chill. Maar dat is wel... iedereen doet mee, hè. Dat wel. Maar, Okay. Oh, ik dacht dat het gewoon een minigame voor mij was. Nee. Maar... Nintendo gaat me echt blub maken, man. Met alle releases die eraan komen. B-Dodge Hammers. Oké. Dus je shaked een tree, daar komt een banaan uit of een hamer. Ja. Oké. Dan kunnen we gewoon met z'n 3 op de stream dat doen, dat is wel leuk. Ja, zeker. Hoop ik wel dat ze die problemen waar we het dus net over hebben gehad, dat ze dat fixen, maar... Ja. Ja, maar ik denk dat ze er helemaal geen allies in gaan doen, Sander. Ja, dat zou heel goed kunnen. Ah, fuck. Ik ben echt heel slecht in die hamers ontwijken, man. Ik vraag me af hoe jullie aan zoveel kunnen komen.
Ik weet het ook niet, maar ik ben toch een aantal keer geraakt door zo'n hamer. Dus... Ja. Jij dan? Ja, ik ben ook twee keer geraakt door zo'n hamer, maar bij mij kwamen er bijna geen bananen. Dan heb je minder hard op aangeprest. Ja, dat zou kunnen, ja. Dat zou kunnen, want dat deed ik op zich niet heel hard of zo. Ik neem aan dat dat weer gewoon is... Ook omdat ik mijn toetsenbord niet wil slopen, eigenlijk. Oh. Ik ben dan toch wat... wat voorzichtiger dan dat ik zou zijn op een controller. Ik wou bijna gaan vloeken, omdat ik dacht dat ik op rood zou komen. Waarom ga je bovenlangs en niet onderlangs? Want ik dacht dat... R is onderlangs. Ah, ik dacht dat het ding altijd zelf de juiste weg aangaf. Oh, naar de ster bedoel je? Ja. Oh. Nou, dan heb ik het misschien. Ik heb nog nooit de controller kapot gegooid. Nee, ik ben niet iemand die met controllers gooit of zo. Ik wil wel altijd graag met iets gooien. Alleen, zeg maar, wat mij dan weerhoudt is dat het geld gaat kosten. Ja, dan kan je beter met met mijn Espion gooien. Die is een knuffel, daar kan je al mee gooien. Ja, dat soort dingen. Waluigi, echt op. Begint het nou al? Ja, echt. Kut dit. Ho. Fuck. Kun je niet langs. Oh, dit is een probleem. Ho. Fuck. Dat is echt kut. Lekker. Oké. Nou, ik ben blij dat ik in ieder geval met jou ben. Ik heb het gevoel dat het minder... Oh, hoe scheef ben ik. Echt hoor. Ja, maar ook dat komt door de controls hoor. Oké, ik kan er vanaf hier niet bij. En Waluigi gaat bovenaan iets lopen waar die bal al weg is. Hoe de fuck denk je dat is een slim idee? Yeah. Zeg maar, ik ben nu salty ondanks dat ik gewonnen heb. Maar dat is gewoon puur omdat het nergens op slaat. Ja. Yeah. Oh, Waluigi is wel ook nog het hoogst. De Coin Master. Dat is niet zo poggers. Wat gebeurt hier eigenlijk als het nacht wordt? Oeh, dat is niet zo geel. Geen idee. Kijk, als ik nu naar boven ga... Volgens mij ga je niet naar boven. Oh, fuck. Oh, dan heb ik de map verkeerd begrepen. Nee, dan ga jij wel goed. Zo. Nou, balen, maar als iemand anders straks een ster koopt, dan komt hij op een andere plek. Dus dat ja, maakt kut. En Peach gaat hem nou kopen. Heel veel uit. Oh, echt? Oh, Warpipe. Doet een warp. Wat een klap. Persoon. Nice. Oh, nee, niet nice. Want nu gaat ze gooien en dan komt ze er nog. Gooi 1. Dash? Oh, hoeveel moet je gooien? Ik wil echt... Wat een stom... Stomwicht, echt. Ja. Ik ga meteen daar op die flipperkast komen en dan gaan we meteen die ster weghalen daar. Ik ben er nu al klaar mee. Oké. Tu. 3-1. Yay. We blijven aan de gang met 3-1. Ja. Popstar. Zo populair ben ik helemaal niet. Daar gaan we. Oh. Ground pounden. Oké. Oh, oké. Dit is niet zo snel mogelijk. Nee, en volgens mij is het ook het beste als je zoveel mogelijk tegelijk doet. En zo laat mogelijk in de lucht ground pound. Nou, ik deed deze dus tegen Justin en twee computers. En volgens mij heb je hier, als je alleen bent, gewoon geen kans. Nee. Nee, dat denk ik niet, nee. Alhoewel, die computer deed nog aardig goed, dus... Ja, dat is waar. Maar... Ja, maar dat is heel vaak toch, met die 3-1 minigames. Ja. Dat is heel vaak één kant op, heel makkelijk. Mm-hmm. Nighttime, wat doet dat?
Oh, dan kan je sommige shortcuts nemen. Oh, en een boze boom. Ik weet niet wat een boze boom doet, maar... Ik ook niet. Okay. Maar de boom is boos. Is het... nadelig, okay. Jammer. Oh, 1 coin. Oh. What the fuck slaat dit nou weer op dan? Ik denk dat is hartstikke nadelig. Allemaal bijen gaan me aanvallen, maar... dat viel mee. Wat? Ik ben ook confused. Kan Waluigi ineens die shortcut nemen omdat het nacht is? Of kon jij die zo net ook al nemen? Nee, omdat het nacht is. Ik hou van geel. Ik ben een gele boy. Geel. Ik zou blauw nemen, maar... alles meer paarsachtig iets, maar... oh, dan ga je ergens naartoe. Zag je hoe ze mij in de maling namen? Ja, dat was wel een beetje gemeen. Cute! Het wordt zo'n potje! Word ik dan ook genaaid? Nee. Oh, 2. Wow. Ja. Is elke bij gewoon 1? Want dan is dat vraagtekenvakje echt nutteloos. Ja, of elke keer dat er iemand opkomt is plus 1, zeg maar. Dus de volgende die raakt 3. Oh, dat zou kunnen. 3 coins kwijt. Dat zou best kunnen. Note to self. Oh, dit is deze. Ah, ja. Ja, deze kunnen we gewoon. Deze is... dat ging vorige keer ook zo goed. Wacht. Spring nou eens niet op me. Kut Peach, echt. Oh, volgens mij heeft 1 iemand hem echt heel vaak geraakt zo net. Waarom zo hoog? Dat kun je toch nooit halen? Ja. Ik vind het echt een kutspel. Ik heb wel gewonnen, maar ik vind het toch een kutspel. Ja. Nou, ik sta geen laatste mee, jongens. Dat is wel poggers. Toch? Ja, zeker. Wee! Oh, niet zo wee. Vraagteken. Oh, ik dacht dat ik op de rode zou komen. Oh, ik moet tikkelen. Moet ik zoveel mogelijk als ik wil? Of? Ik zat er niet echt klaar voor, dus... oh! Oh, wauw. Ik heb nu iedereen naar beneden gelokt of zo. Ja, dat is wel best wel grappig. Waluigi, ik weet ook niet of als ik meer had gedaan of ze dan verder naar beneden gingen, maar... dat weet ik ook niet. Dat denk ik niet, want... zo heel veel verder komt komen. Komt hij nou op die boze boom of niet? Ja. Yeah. Ja, lekker. Of gaat dit voor ons ook... oh. Precies op mij ook? Ben ik de enige? Oh, nee. Ik denk op iedereen. Oh, maar wel op de een meer dan op de ander. Ja. En Peach krijgt gewoon... oh, jawel, Peach krijgt nu pas gewoon. Wat is er? Wow. Wat een kutboom. Ja, dat is gemeen. Even kijken. Oh, doe de vraagteken. Oh. The Night Getaway. Ja, dat is die Indiana Jones. Ik weet niet meer welke. Oh, nee. Die is kut met computers. Op zich denk ik, ik moet hem wel kunnen halen als die computers even snel afgaan. Want ja, die computers precies. Zijn vooral het kutte, zeg maar. Yep. Met z'n vieren zou ik dus gewoon afspreken dat je gewoon rechtdoor blijft lopen, zeg maar. En alleen springt of rechtdoor blijft lopen. Wat een vieze hoer. Ja. Het Peach. Godverdomme. Ja, ik zei het toch, vieze hoer. Echt, maar echt.
Maar dit bedoel ik. Deze minigame is perfect te doen. Als je niet met die computers zit. Mm-hmm. Als je gewoon in één lijn, zeg maar. Als je allemaal in vier schermen opgedeeld was. Dan was het echt super makkelijk te doen. Yep. Oh, niemand heeft gewonnen? Dus beter. Krijgt niemand coins. Nou, dat vind ik dan nog oké. Okay. Ja. Liever dan dat iemand wel coins krijgt. Precies. Maar zeker die Peach. Die moeten ze echt door de gootsteen spoelen. Die mogen ze de doodstraf geven van mij. Precies. Oeh. Wat? Hoe zo kan... Oh, je kunt hier... Druk eens A. Niet... Oh, wacht. Doe nog eens en druk eens A. Ja. Oh, A. Ja, dan moet ik hopen dat ik op Waluigi... Dat zou ideaal zijn. Dat zou ideaal zijn. Nou, dat hoop ik dan maar. Moet ik op A drukken? Yeah. Wauw! Yes! Oh, mooi dit. Ah, dit is wel ook weer geluk hoor. Maar... Ja, maar ik gun het je wel een keer. 3. Precies genoeg. Oké. Okay. Sure. I go for it. Ja, jij moet Captain Toad zijn, Jordi. Captain Toad? Wat? Ja. We hadden het net over de... Dat Peach de doodstraf moet krijgen. En toen zei Jordi van... Ja, maar wie moet ik dan tijdens 3D World zijn? En zei die Captain Toad. Ja, dan mag jij wel Captain Toad zijn. Ja. Ja, dat is beter dan Peach. Wat? Beter dat hij niet nog een 10 had, want dan had hij ook nog coins gekregen. Dan was ik wel weer salty geweest hoor, stiekem. Oh ja, hij heeft die shortcut natuurlijk. Maar al deze shortcuts, die zijn er dus overdag niet. Nope. Holy damn, maar dan... Kun je in de nacht echt speedrunnen als een gek. Ja, maar dan heb je weer andere shortcuts weer wel en weer niet, zeg maar. Ja, oké. Okay. Wauw, oh, wat? Hier weer naar zitten kijken. Het is 40 coins voor een ster. Yep. Oh, dat komt omdat hij geen ster heeft. Ja. Ja, natuurlijk. Dat is inderdaad de reden. Pityfall. Ik ken deze volgens mij. Deze naam komt... Oh, dit is een soort trash landing. Ik ben echt blij dat ik die niet tegen ze hoef te doen. Tenminste, ik neem aan dat het zo'n soort is. Ze moeten wel een touw kiezen en dan moeten ze zeker landen. Yep. Of niet? Ja. Yeah. Dat is echt letterlijk de trash landing van de DS. Ik weet niet of het ook zo oneerlijk is. Oh nee, dit is gewoon luck. Oh, oké. Okay, bij trash landing is het geen luck. Trash landing is er luck, maar ook kun je ook nog landen, zeg maar, als je ongeluk hebt. Dat vooral. Maar dat is dus zo kut, hè. Dan speel je dus voor een ster. En 40 coins dan in dit geval. En dan krijg je zo'n luck minigame. Ja. Maar zij krijgen dus ook nog eens die 40 coins. Ja, dat is logisch eigenlijk. Normaal gesproken was dat ook zo. Och, 10. Ja, nu staat Peach natuurlijk weer vooraan. Oh, wat kut dit. Nou, ik moet niet zeiken. Ik sta tweede. Dat kan ook niet iedereen zeggen. Oeh, ik zou voor die gaan, denk ik. Ja. Slim. Let's do that. Monies. Sta jij nu heel dicht bij de ster zeker? Of? Dat weet ik eigenlijk niet. Ik denk het wel. Ik ken deze map gewoon echt niet. Ik heb Mario Party 6 ook niet zo heel vaak gespeeld. Tenminste, dat zit niet echt te vers in mijn geheugen. Welke heb jij het meest gespeeld dan? Welke Mario Party? 7 en 4. 4 heb ik echt mega veel gespeeld en 7 is mijn favoriet, dus dat is altijd mijn go-to. Ja, maar 4 is niet zo leuk, want er zit zo'n minigame in, waardoor je die game gewoon eigenlijk kan niet spelen. Eén minigame. Oh, deze is ook leuk. Is dit leuk of... Nou, nee, dit is niet per se leuk. Iemand doet het straks voor en dan die het eerste aan de overkant is. Oh, oké, dus je moet gewoon... Ja, oké, je moet goed onthouden. Ja.
Oh, oké, okay. Dit is wel te doen. Oh! Oh, je kunt er ook van de rand aflopen. Ja, mij maar gebeurde dat het ook niet. Hoor. Hier, hij liep gewoon door, maar dat komt waarschijnlijk door die kleine delay die erin zit. Ja, dat zou goed kunnen. Ik ben wel blij dat ik hem gewonnen heb, maar... Ja. Ja, dat vind ik wel een leuke minigame. Hij is wel leuk. Oh, het is dag. Oké. Okay. Ik heb geen idee welke kant ik nu op moet eigenlijk. Oei, glijbaan! Oh nee, ik kom op een rood vakje of niet? Oh nee, ik kom niet op de vraagteken, alweer. Oké, sneeze. Kom op. Oh, waarschijnlijk val jij ook. Wat kut zeg. Wat kut. Oh, wat een kutspel is dit, hè. Ja. Nou, ik zie... Oh, zou het er nu 3 coins zijn? Ja. Nee, 1. Nee, 1. Hé? Dat is denk ik gewoon random, hoor. Oké. Okay. Maar... Fuck it, gewoon gebruiken. Ja, ik weet niet hoe ver je van de ster afstaat. Als je nu heel ver van de ster afstaat, dan... Ja, nu heel ver, omdat ik net naar beneden ben gegooid. Wauw. Wauw, ze hebben echt een hekel aan je vandaag. Ja, ik heb er niet zo goed gevoel over dit potje, als ik heel eerlijk ben. Normaal heb ik altijd wel het gevoel, het gaat wel goed komen, weet je wel. Niet vandaag, maar de laatste potje de vorige keer had ik dat ook. Maar dat heb ik nu helemaal niet. Gewonnen? Dat was de laatste tegen Justin. Oh nee, dat was die ene die we voor de pyramid level deden. Waar jij zo, met die windmolens, waar jij een tijdje ook echt goed voor stond. Maar toen had ik nog wel het gevoel, oké. Maar nu heb ik dat helemaal niet. Ja. Ik vond die dus minder erg dan, zeg maar, ja, ik vond die minder erg dan de pyramid. Gewoon puur omdat de pyramid met die Bullet Bill... En dat je de hele tijd echt in rondjes ging naaien. Yep. Wat moet ik doen überhaupt? Heb je het... Oh, je had het gewoon goed. Oh, je moet kijken welke anders is. Ja, ik snap. Oh. Ik wist niet wat X en Y was. Dus daardoor heb ik waarschijnlijk te laat gereageerd. Maar dat maakt niet uit. Nee, fout. Nee! Ja, ik zie hem nu. Oh, mag ik nu de volgende niet meedoen? Ik denk het. Ah, GG. Ja. Wel grappig. Voor mij hadden ze hier wel 3 beurten mogen doen. Als in dat je 3 keer goed moest hebben. Als je ook nog gestemd wordt, dan kun je beter inderdaad 3 beurten doen. Dan... Maak je in ieder geval nog een kans. 69 coins, ja, dan heb ik altijd gewonnen. Hè? Dat doet Justin ook altijd. Nee, eigenlijk niet. Zien jullie nu weer niks? Oh jawel, jawel, jawel. Ik wou al zeggen, het zou wel heel erg zijn. Oh, je staat heel ver weg. Oh, je stond echt heel dichtbij. Ja, ik en stond ook wel erbij. Maar toen moest jij me weer sneezen. Ja, sorry. Ik deed dat ook niet expres. Ik ben ook niet boos. Ik ben ook niet boos. Nee, oké. Gelukkig niet. Oh, ik me schuldig gevoeld. Wee, glijbaan! Nu jij over de glijbaan, kom op. Ja, wee, glijbaan! Volgens mij kom ik op jou, of niet? Oh, op rood. Wauw. Ja, beter 3 kunnen gooien dan... We kunnen sneezen. Ja. Maar nu had dat niks uitgemaakt, want iedereen staat onder volgens mij. Iedereen is al een keer gesneezen namelijk. Jij in je eentje. Cashflow?
Dus stil dan. Oh! Ik denk dat je deze gaat winnen. Ja. Ik moet met de computers. Ja, dat is waardeloos. Het is echt onmogelijk. Haast. Fuck. Welke moeten we nog? Oh, daar. 2. Ja. Op zich vind ik het. Voor met computer en dan 2 dingen niet gecleaned hebben, vind ik op zich nog wel een prestatie. Ja, precies. Je hebt niet meer gewonnen gas, je hebt geen 69 coins meer. Nee. Oh god. Oh! Roy. Wat? Oh shit. Dat was niet zo slim. Maar dat maakt niet uit. Doe maar. Oh, ik had ook beter eventjes wachten met zoveel kunnen gooien. Had ik die shortcut gehad, maar... Ja, maar volgens mij heb je hierna nog een ronde licht, toch? Oh, oké. Okay. Nee, dat wist ik niet. Ik dacht dat het de laatste was. 2? Waarom 2? Oh. Hij gaat weer... Oh, ga ik nu naar beneden? Wat een spel. Oh. Peach kon nog wel naar beneden. Ik wist niet eens dat Peach nog naar beneden kon, joh. Ik denk, die staat al op het laatste, man. Oké, come on. Ik niet, trouwens. Ik ben niet naar beneden gezakt. Oh, lekker. Kijk. Nice. Dat is netjes. Dan kunnen we meer inhalen, denk ik, of niet? Yep. Klein beetje. Ja. En een Orpie erbij. Oeh! Een DK minigame, oké. Ja, of een bonus voor mij dat ik een ster krijg. Oh, dat kan ook. Nee, een minigame. Die is voor ons allemaal. Dit wordt iets bananas. Banana is... Wauw. Ik wil dan wel even een andere minigame, want ik vond die andere eigenlijk nog aardig moeilijk. Yep. En... Shake. A peer factor. Ik wil dat deze... Ja. Hier moet je gewoon een tont kiezen. En dan moet je gewoon een beetje... Ja, het is niet helemaal gelukt, maar toch weer wel, zeg maar. Oké. Okay. Ik denk dat deze het gunstigste is. Oh, nee! Volgens mij niet. Ja, ik denk het nu wel, doordat ik tegen jou aanbotste. Ah, nee. Oh, ja, jij komt op de goede. Ik zat te kijken, hoe kom ik nou uiteindelijk op... Alleen, dat is dus inderdaad heel lastig, want je zit ook met dat je tegen anderen aan kunt botsen. Yep. Monies. Nou ja, weet je, alsnog monies gepakt. Eén. 4. Dat is geen 1. Dat is zeker geen 1. Weer 3 tegen 1. Maar goed, wij zijn wel met z'n tweeën bij elkaar, ja. Toch? Ja. Conveyor bolt. Oh, wij moeten gewoon ontwijken. Yep. Dat is makkelijk te begrijpen. Ik vind de punts die ze maken wel altijd zo grappig als titel van een minigame. Ja, sommige zijn echt goed. Maar andere denk ik ook wel van... Oef. Maar deze is wel bijvoorbeeld wel leuk. Oh, ben ik de enige nog over? Wat kut dit. Ja, Wajo. Maar als je in je eentje over bent, dan is het echt niet meer te doen.
Nou, maar het is sowieso moeilijk hoor. Ik vind dat, dat die hitbox best groot is van die bliksem. Ja, want ik had hem ook niet geraakt. Mm-hmm. Eerst. Zie ik hem terug op de stream. Oh, 10, lekker. Wat een geluk. Oké. Okay. De orbit. Oh, dat had ik trouwens best kunnen doen. Ik weet niet waarom ik dat niet deed. Och, we gaan. Als jij ook 10 gooit. Ik denk dat jij dan de ster hebt, toch niet? Of ja, niet? En ik heb nog een golden mushroom. Oh, oké, okay, ja, dan heb ik hem sowieso. Nou, als ik weer 10... Ah, Jij had ze net ook 10 gegooid met dat ding tussen zich. Het kan nog fout gaan. Oef. Oh, rip. Oké, okay, 10. Ja, dan heb ik. Oh, ja, maar dit is toch waardeloos. Goed. Je hebt hem toch? Ja, ja, ik heb hem ook wel, maar dan, dat is al de tweede keer. Oeh. Ja, je kunt niet altijd 10 gooien, gast. Maar een keer zou wel leuk zijn. Precies, precies. Ja, gefeliciteerd. You got. Tweede. Nee, eerste denk ik, omdat je het meeste geld hebt. Luigi, like it. Nee, derde nog steeds. Oh. Heb jij een ster? Ja. Oh jee, wat gaat dit worden? Ja, ik dit heb een probleem. Gaat het worden of niet? Normaal zou ik zeggen, oké, okay, ik stil die ster van Peach. Alleen Peach heeft een zaklamp. Peach heeft een zaklamp? Ja, Peach heeft een zaklamp en dan houdt hij dit tegen. Maar ja, jij kan zo ook een ster stelen. Ik weet even niet of je die zaklamp moet inzetten. Voordat je hem kan gebruiken. Maar het kost me wel 40 coins als ik het probeer. Die zaklamp zit in die orb, neem ik aan. Ja. Ja, dan denk ik dat je dat wel kunt doen. Ja, ik neem aan dat je die toch in moet zetten. Ja. Weet je wat? Ja, weet je, het probleem is, jij komt achter mij en dan moet je wel van mij stelen als ik hem steel van Peach. Ja. Dus ik kan het beter van jou stelen en dat jij hem weer van mij steelt en dat we dan Keith staan. Dat kunnen we denk ik beter doen. Ik denk dat dat voor mij sowieso een betere keuze is. Ondanks dat ik het... ik vind het lastig. Ja, ik denk dat ik dat moet doen en dat je dan die van mij steelt, zo. Ja. Zeker met het gevaar dat ik straks hem misschien niet stil omdat zijn zaklampen heeft. Want ik denk dat dat niet. Ik denk dat je hem daarvoor echt moet gebruiken. Maar. Maar ja, als jij achter mij komt, dan stil je hem weer van mij, zeg. Maar dat moet wel, omdat ik dan de enige ben met sterren, zeg maar. Als ik dat wat. Ja, alleen dan gaat Peaches nog meer eerste staan, omdat we dan minder coins hebben. Dus dat is kut. Ja, dat is waar. Maar ja. Voor Peach ben ik dan weer niet zo bang, zeg maar. Ja. Ik weet niet, volgens mij staat ze ook nog wel redelijk dicht bij de andere ster, hoor. Maar... Of niet? Dat weet ik niet. Wie is er alleen? Waluigi. Wow. Ray of Fright. Dit is zo'n kutle. Ja, dat had je gezien, hè? Bij mij ja. Justin, ja. Dit is gewoon niet te doen als je moet lopen. Gaat hij nu... Oh! Hij ging zo anders dan dat ik had verwacht. De straal. Echt, hè. Ik haat deze minigame zo erg. Volgens mij kan je hem ook bijna niet verliezen. Deze minigame.
Ik weet niet hoe lang je dat dan vol moet houden, maar... Uh, 30 seconden in totaal, dacht ik. Ja, dat is wel aardig wat. Geen idee of dit zijn plaats is, maar ik doe gewoon maar wat, joh. Hier moet wat. Ja, precies. Ik denk trouwens niet dat ik... Oh, jawel. Net wel. Ja, je had hierna nog een beurt, hè? Ja, dat is waar. Ja, Luigi. Ja, dat zou ik ook doen, ja. Oh nee, heeft de vierde. Never mind. Ja, ik denk dat dit een betere strategie was. Oh, is dit de laatste nachtbeurt? Nee, hierna nog één. Oké, gelukkig. Dan kan ik die shortcut naar beneden nemen namelijk. Oh, hij gaat waar sta ik? Oh. Aardig ver van de ster af. Even kijken, ik sta daar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ik moet sowieso geen 10 gooien. Hoezo? Dan kom je op? Nou, dan kom ik bij de ster en ik heb niet genoeg geld. Oh! Ah. Maar zou je zo dan wel in... Ja, dan kun je natuurlijk sowieso vermijden dat je 10 gooit. Ik heb een idee. Ik zou heel laag dan proberen te gooien. Yes. Dat doe je ook. Ik dacht al eventjes. Oh, er gaat een hele andere kant op dan dat ik dacht, joh. Oké. Ik ga tegen Peach, ja. Oh, dan moet je eigenlijk echt niet winnen, want dan ga ik weer verliezen. Weet je wat heel dom was van mij? Oh. Nou, trouwens misschien niet, want ik sta alsnog dicht bij de ster nu. Ik kreeg coins uit die orb. Ja. Ja, en daardoor had ik de ster wel kunnen kopen. Ah. Ja, nou ja, dan ga je er alsnog eerder komen dan dat ik doe, dus. What the fuck is dit nou weer voor geluksminigame? Oh, daar kan ik slecht tegen. Het is gewoon een geluksminigame, hè? Wat, ik snap de hele game niet. Ja, je moet al langs de boom hebben, maar... Hier, wauw. Ik ben gewoon de ster kwijt. Wauw. Ja, dat is kut. Dat is echt kut. Goed. Nu weet je hoe ik me voel. Ja. De laatste 5 potjes. En ook nog eens aan Peach. Ja, dan had je dan beter met mij kunnen doen. En die zaklamp maar niet gebruiken, hè. Echt, hè, wat een bitch. Oké, voorplay... Minigame. Niet money belt. Toch wel money belt. Nou, deze deed jij de vorige keer wel goed. Ik weet niet welke dit is, maar... Oh, deze. Oké. Okay. Ah, ik weet nu wel... Een... Dat je zo'n ding niet moet pakken. Oh, shit. Finish.
Ah, hij ging nu niet zo lekker. Alhoewel, alsnog 12 coins. Ben ik ook tevreden mee, hoor. Maar ja, is ook gewoon netjes. Hij ging minder lekker. Ik vind deze ook nog best wel lastig, eigenlijk, hoor. Ja, dat is je ook. Je moet focussen op wat het beeldje er, zeg maar, zegt. En... Dat is bijna niet te doen. Oh, en je moet ondertussen ook nog focussen op wat je zelf gaat doen. Oh, je hebt dezelfde luck als ik. Ik weet niet, ga je het nou halen? Nee. Lijkt me sterk. Nee, je had het net aan niet. Maar ik moet ook nog best wel veel gooien, wil ik het halen. Maar jij hebt die slow... Oh, ja. Die heb ik net gebruikt. Ja. Oh, dit is wel nice. Dat en daarmee kun je ook geen 10 gooien. Maar, oh, dat hoeft ook niet. Je kunt met 6 kom je er wel. Oh, wauw. Rip. Ja, ik ben wel blij, want ik kan daarmee Peach overtreffen. Ik zou nog... Oh! Nee! Nee, niet Peach laten... Ik denk dat dit Peach gaat winnen. Ik weet niet hoeveel turns we nog hebben, maar betekent dit dat Peach gaat winnen? Dan ja, we hebben nog wel wat turns, maar het is wel... Oef. Waarom moet ik dan ook weer 2 gooien? Ja, dan had ik liever nog gehad dat jij... Och, ze gaat weer lopen blazen, hoor. Dit is ook heel jammer, want waarschijnlijk loop je nu niet door mijn trap heen. Ik denk dat het aardig gunstig is, hoor. Voor jou zeker, als jij valt. Ah. Can't get a sneeze out. Nou, oké, dan niet. Oeh. Ach, gezellig met z'n tweeën. Oké, de Light Breeze. Oh, move alternately. Oké. Okay. L en daarna R, oké. Daar kunnen wij. Ja, dat denk ik wel. Oh, ik ga helemaal niet zo goed. Zie mijn, hè? Ja, op het laatst ging ik wel snel, ja. Maar in het begin... Het is best een leuke minigame. Ja. Ja, hij ging echt als een speer. Mm. Ah, hoe gaan we van Daisy nou ooit nog, of Peach ooit nog winnen, joh? Met veel moeite. Use dan maar. Oh. Waluigi, volgens mij is dat de enige die niet gunstig is. At the moment. Of wel? Weet ik eigenlijk niet. Ik weet niet zo heel goed meer wat de ster ook weer is. Ja, doe maar. Thanks for shopping. Graag gedaan. Nee, volgens mij is dit echt een kut locatie. Gooi 10. Ah, kijk. Nou, dan waren hier 7 stappen. Ik wist dat die trap zou komen, doordat jij dat zei. Dus ja, ik wou daardoor sowieso die doen. De warp pipe. Die brengt je naar de... Oh, dat wist ik niet. Dan moet je nu op 9. Ja, hoe fucking grappig zou dat zijn? Would you like that? Stars over here. Dicht bij me. Oh! Wat een naaier. Nou, ik ben echt klaar mee. Dat is echt zuur. Altijd word ik dus weer genaaid. Hè? Zo zie je het hier weer. Ja, je bent wel... Ik ben het met je eens.
Dan moet ik zeggen dat het potje niet hele, zowel niet vriendelijk is voor jou als niet voor mij. Is het van ons beiden niet echt vriendelijk? Nee, dat niet, maar... Die Peach, jongen, hè? Alsof ze nog hoger kan staan. En nog 10 ook! Wat een bitch. Met z'n allen tegen Peach. Daar hou ik van. Mag ik Peach haten? Ja. Alsjeblieft. Ja. Dank je. Great and Peril, wat doet dat? Oh, Search and Destroy. Spannend. Het zal iets met elektriciteit zijn, denk ik. Ja. Ja. Ah, deze is ook weer zo... Wat was de C nou? Ja, dat is niet voor ons, dat is voor Peach. Oh. Oh, hij moet move en jump, oké. Okay. Ja, maar dit... Boah, zag je die? Oh. Oh, hey, maar je gaat niet eens. Ja, we mogen alleen niet geraakt worden door die bal. Oh. Nou, dit wordt hem niet. Ja, kom op, Waluigi. Is... Ben onze savior. Alsof Waluigi... Nou. Ja, hij gaat het op het laatst verneuken, let maar op. Waluigi. Nee. Niet verneuken. See? Dank je. Wat een beest. Ik was echt woest geweest als hij het nu had verneukt, man. Was ik echt woest geweest. Wacht. Hij is achter je. Oh ja. Dat wist ik ook wel. Ja, ik kan het wel doen, denk ik. Oh, hoeveel turns hebben we überhaupt nog? Nog best veel. We zijn nog niet eens in de laatste 5, volgens mij. Oh. Dan doe ik het eerst nog maar even niet. 1 of 2 coins. 1, oké. Wat een kutvakje is dat, zeg. Hé, hey, maar het helpt wel weer mee voor de Happening Star, dus dat is wel chill. Zeker. Wat dat betreft is het helemaal niet zo heel erg om daarop te komen. Ah ja. En hij krijgt weer zo'n super shroom. Nou, jij bent al echt vaak op de Happening gekomen, ook al met dat niezen. Ja. Daar wacht ik wel even mee. Wee! Bye, man! Oké. Okay. Ja, je staat op een blauw vakje. Okay. Oh, nu gaat ze natuurlijk precies zo gooien dat ze bij de eruit komt. We worden ingemaakt, Sander. Dat is niet te zuinig. Ik ben er zo klaar mee nu, hè. Echt. Ik heb een idee. Nou. Oh, dat bevestigt mijn idee. Mijn idee is om te proberen op die flipperkast te komen en dan alles van haar afnemen. Ik wil het best doen, alleen... Oeh. Ah, feest. Oh. Laat mij even winnen, dan wint Peach tenminste. Ja, wat ik zelf... En ja, maar jezelf ook niet, dat is dan wel meer nadeel. Ja. Soms kun je beter tactisch verliezen dan ongunstig winnen. Ja, vertelde jij dat jezelf? Nou, ik deed het op de DS wel eens, zodat ze niet een extra ster konden kopen. Oké. Auw, ik was te laat. Mijn timing was te slecht. Ja, GG. Jullie gaan winnen. Ja! Krijgen we nu ook 20 coins omdat we hier allebei nog staan? Nee. Oh. Het was te proberen. Die Peach, jongen. Wat een slet. Oh. Niet alleen een slet. Wow, gouden mushroom hype. Ja, ga ik ook wel doen. 30. Ik weet niet, mijn kennende.
Nou, ik weet niet of je mijn twee gouden mushrooms dit potje hebt gezien. Ja, toevallig wel, ja. Maar... als dit zo geweldig is... Ah, 14 is oké, okay, maar het is niet... Wow, je krijgt er nog één. Oké, okay. Nou, dat is gunstig. Dat is gunstig. Ik weet niet of jij... Heb jij ook... Oh, hij heeft er één. Oh, dan gaat hij natuurlijk bij de ster komen. Nou, dan moet hij nog best wel veel voor gooien, denk ik. Ja? Hij gooit ook hangen. Best wel veel. Hij gooit ook best wel veel. Gast. Nee, dat gaat hij niet halen, denk ik. Nee, oké. Okay, hij gaat het niet halen. Oh, zag je wat voor item die kreeg? Een Feather Orb, maar ik weet niet wat dat doet. Ja, dat is die orb die ik gebruik dat je naar de ster wordt ge... Oh, nee. Nee. Poch! Oh, wat een lucky. Ja, dan ga je sowieso de ster halen en dan sta ik straks laatste. Jij gaat hem halen, denk ik, of niet? Ja, ik denk het wel. Ja. Maar we staan er nog steeds twee achter op Peach. Ja, maar... ik sta er drie achter. Dat klopt. Maar iemand van ons gaat straks zorgen dat hij op die flipperkast komt. Bovenin zit ook nog ergens een flipperkast, volgens mij. Ja, hij komt ook niet op de flipperkast, dus dat is wel teleurstellend. Oh, Peach. Peach. Team. Echt eikelhandig. Waarom dacht ik ook, ja leuk, ik heb kies Peach. 3 tegen 1. Niet cashflow, oké. Okay. Snowball, oh deze is wel leuk. Volgens mij moet je met B de snowball oppakken als ik het goed heb. En met A de snowball gooien. Yo, adios Bunty. Oké. Okay. Oh, hij van die aapjes. Ja, dat is kut. Dat is kut. Oh, nee. Ik ben... We hebben gewonnen. Oh, ja. Gelukkig. Ik dacht al, ik ben neer. Maar dat hield jou niet tegen, gelukkig. Nou, het was Peach, hoor, die hem naar beneden haalde. Nee, geen Peach de credits geven. Oké, okay, ik was het. Kut, bitch. Nu is volgens mij de laatste 5 turns. Oh. Ja. En ik sta nu zeker nog niet laatste. Nee, je staat derde. Nee. Maar dit is geen... bij deze game is dit geen... volgens mij niet per se goed voor degene die laatste nee, is. Nee, dat is waar. Oh, allemaal... oh, dit is wel goed voor hem. Wauw. Ja, dat is aardig voor. Wauw. Dat is zo hoor. Hier heb je wel heel veel andere opties ook die voor iedereen... Ja. Ja, ik denk dat ik dit maar moet doen of niet. Ja. Ja, sowieso. 1 coin. Doe maar duur zeg. Sjoong. 8, oké. Okay. Nog een keer 8? Nog een keer 8. Ah. Ah, dat is dan weer zeer teleurstellend. Oh, je hebt nu natuurlijk zieke shortcuts. Dat is wel chill. Ja, laat maar gewoon zien. Oeh, de white barb kan wel gunstig zijn. Ik denk als ik daarvoor ga. Ja, ik vind het wel slim. Ik weet niet wat die blauwe was uit mijn hoofd. Ik weet het even niet meer welke het was. Oké, okay, nice. Oké, dat vind ik chill.
De jacht is geopend. Jachtseizoen tegen Daisy. Nee, Peach. Of Peach, ah, kut. Ik verneuk de grap. Nou ja, maakt niet uit. Wee. Oké. Ja, Waluigi gaat nu zeker dat doen. Oh, niet eens. Dat had ik wel gedaan als ik hem was. Ik ook. Maar zo'n flipperkast, dan hoef jij ook niet eens zelf meegenomen te worden, toch? Nope. Als hij nu op een flipperkast gekomen was, dan had het ook best tussen jou en Daisy of Peach kunnen gaan. Ja. Of mij en Peach, of ons twee. Ja, dat kan inderdaad ook allemaal. Dus we moeten dan hopen dat het slecht voor Peach is, zeg maar. Ja. Kan ik kijken. Ja, ik denk dat je aardig ver van de ster af staat. Als ik hier ben. Ja. Kamiek, wat doet dat? Oh, dat is... Oeh. Ah, Waluigi, daar gaat je orb. Oh, nice. Goeie keus. Lucky. Nee, ja, ik gun het je wel. Rood. Oh. Nee, tuurlijk niet. Oh, zo, Piet, zou ook maar eens een keer iets gunstigs hebben. Snow World. Snap je een world? Ja. Oh, ja. Maar dit is echt moeilijk. Oké. Ja, dit gaat echt kut worden. Ben ik als eerst? Ja, want jij hebt, jij staat vooraan in de... Jij hebt geen eerst. Ja, okay. Nou, ik vind dat je het goed doet, hoor. Ja. Het is best lastig, maar... Oh, hun zijn hier zo goed in. What the fuck? Ja. Dat gaan wij nooit kunnen halen. Ik had niet verwacht dat hun er zo goed in zouden zijn. Oh, jij bent die... Holy damn. Ah, dit was niet eens mijn beste ook. Peach heeft hem niet gewonnen in ieder geval. Dat scheelt, dat scheelt. Ik had hier zo op mijn originele GameCube had ik zo'n hoge highscore hier. Ja, dat snap ik ook wel. Even kijken. Staan er veel mensen gunstiger dan ik? Waluigi staat gunstiger dan jij. Alleen Waluigi eigenlijk echt, hè? Ja. Ah, dan ga ik dat niet doen. Slow ga ik ook. Ik ga... Oh, wacht. Deze kan ik wel doen. Dat zou ik ook doen, ja. Oh. Ah, je had hem op een Waluigi kunnen zetten. Oh, ja, tuurlijk. Nou ja, wel wat. Please, kom op mijn eigen. Oh. Ja. Twee. Oh. Oh, tuurlijk. Nou, dan is het beter dat je de warpipe niet hebt gebruikt, denk ik. Ja. Ja, dat denk ik ook. Oeh, hij komt wel door jouw orb zo. Oh, maar hij mag straks ook boe doen. Ja, maar volgens mij heb je daar zo'n twomp neergezet. Oké, ja, dat zou gunstig zijn. Dus als hij zometeen 10 gooit, dan heeft hij er helemaal niks aan. Oké, dit is dicht bij mij. Of dicht, dicht ja. Bij ons allebei, ja. Maar ik ben wel eerder. Okay. Ja.
Ja, die ga je halen. Dat moet wel lukken. View, oké. Okay. Er zijn nog maar één verwijderd van er. P. Zij heeft toch 4 sterren? Oh, jij ja, twee. Jij twee. Maar boeit me niet hoe ver jij verwijderd bent. Oh, oké, okay, sorry. Zeg maar, ik wil ook een keer winnen, eigenlijk, toevallig. Ik snap niet wat het is, maar ik heb echt de hele tijd ongeluk. Mm-hmm. Goh, volgens mij heeft ze gewoon zometeen weer een ster. Zie je dat? Het is echt niet te geloven. Ze staat gewoon weer dicht bij de ster. Ik ben er zo klaar mee. Sink or swim? We moeten zwemmen! Ja, of zinken. Dat weet ja, ik niet. Ja, dat kan ook nog, ja. Ik denk dat wij moeten... Ja, alleen we moeten niet vergeten om adem te halen, zeg maar. Oh, wat? Oh, dat klinkt echt kut. Oh! Ik blijf gewoon staan. Oh. Oh, Waluigi is niet eens dood. Oh, je gaat niet dood als je niet ademhaalt. Of zo. Ik denk dat je dan sowieso naar boven gaat. Oh, nou, dat ging aardig drie. Goed. Ik moet zeggen, ik vond het aardig goed gaan. Ja. Three turns left. Oh ja! Oh, pak alsjeblieft Peach. Nee, kutzooi. Jammer. Tyfus. Oeh, dit is wat... Ik kan nu wel een ster stelen. Ja, dan... Weet ik wel van wie. Pietje gaat eraan. Ik hoop echt dat die zaklamp het niet doet. Oh! Godverdomme. Nou, wat kut dit. Ik haat dit echt zo erg. Snap je nou waarom ik het niet durfde de vorige keer? Ik denk je moet hem gebruiken, godverdomme. Hij heeft hier nog zo'n ding. Wauw. Oh, ik moet nu tegen hem. Oké. Okay. Oh, hij doet voor 40 coins. Wat een lafaard. Ja, tuurlijk zou ik ook doen. Oké, okay, dus jij kunt eigenlijk alleen maar 40 coins op vooruit. Ja. Oh. Ja, dan hoop ik voor je dat je het wint natuurlijk. Dat hoop ik ook. Hey Mirella, dat is lang geleden. Oh ja, deze. Met die retard dood vorige keer, weet je dat nog? Oh ja. Ja. Finish. Nou, een lunatic is hij zeker, die Waluigi. Vind niet erg. Maar, op dit moment... Maar... Nee, nu is het niet zo erg, nee, maar... Wel lekker veel coins, daar hou ik van. Oh, Jordi heeft me de Excel sheet toegestuurd. Ja. Holy de... En er zijn 2 tabbladen, hè? Van de eerste tab het al... Ja, inderdaad. Wauw.
Maar hoe is het, Mirella? Vertel eens. Peachy the winner. Ze gaat hem kopen of niet? Zij zei, wat de, hoe kan dat die fucking computer zoveel geluk heeft? Holy shit. Yo, Justin. Ik speel met Sander. Salty Sander. Word ik ook wel genoemd. Salty Sander, ja. Hey Justin. Zo net, hè. Ik deed zo'n stem overnemen van Peach. Wat denk je, heeft zo'n fucking flashlight? En die hoef je dus niet eens in te zetten. Die moet je gewoon bij je hebben. Vind ik zulke onzin, hè? Ja, ik merk het. Oh, wat krijg ik. Oh, weet je, als het nou money verdelen is, hè, dan word ik echt boos. Ik hoop dat zij gewoon alles kwijtraakt. Een Z-Star, misschien krijgt ze een Z-Star. Nee, het is een minigame. Oh, oké. Alleen Waluigi en Peach. Oh nee, ik ben de enige die geen orbs heeft. Maar hoe, want als ik dan een keer bij Milo ben, kun je ook gewoon winnen. Dan moet je je eigen laptop meenemen, want we kunnen dan niet met z'n tweeën op één computer spelen. En je moet dan met toetsenbord spelen. Maar dan kan het wel, als je je laptop meeneemt. Dan kunnen we een keer met z'n drieën. Ja. Waar moet ik naartoe? Je moet hem ontwijken. Oh, kut Waluigi. Oh, dat vuur. Oh, kut vuur. Fucking vuur. Kom op, ik wil niet mijn orbs verliezen. Waar is die gast? Nee, ik heb geen orbs, dus voor mij maakt het niet al te veel uit, maar... Ja, voor mij wel. Voor mij wel, voor mij wel. Hm. Wat voor orb heb je? Weet ik niet. Een slow orb. Yeah. Oh, ja. Die Peach is ons echt aan het rekken, jongen. Dat is niet... Oh, Waluigi is die flutter orb kwijt. Lol. Oh, dat is wel chill. Tegen Peach, nou dat... Oh ja, als het cashflow was geweest... Als ik... Oh, dan was ik zo boos geweest, hè. Nou ja, deze is easy win. Oké, ja. Oh, Waluigi ging anders vorige keer ook aardig goed met deze, hoor. Nee, toen zei ik nog van... Dit is zo'n game die je eentje bijna niet kan winnen. Ja, oké. Okay. Ja, oké. Okay. Nou, ja. Ik snap hem. Ik niet, maar ik weet ook niet wat in de chat wordt. Oh, jij ziet mijn chat niet, hè? Nee. Nee. Justin zegt, maar Sander, moet je die flashlight niet ergens anders voor gebruiken? Oh. Hey Justin, trouwens, wat vond je van de match tegen Milan, die je nog zou kijken? Ja, volgens mij heeft hij hem nog niet gekeken, omdat er iets tussen kwam, want ik had het hem ook gevraagd. Ah. Maar misschien inmiddels wel, hoor, want ik had het hem gisteren gevraagd. Je gaat naar beneden. Dan weet je dat. Ja, dat heeft geen zin. Ik kan ik zag je al. Ik zag je al naar die Donkey Kong Space kijken. Ik dacht, of niet? Donkey Kong Space. Oh, nee. Ik zat te kijken waar zit de ster en hoe... Ik zie nu pas dat in Mario Party 6 Bowser Spaces Donkey Kong Spaces zijn als het overdag is. Ah. Cool. Ja, ik denk dat ik net zo goed gewoon Diveblock kan nemen. We hebben hiervoor dat ene potje waar ik je net de foto van stuurde, Justin, gespeeld. Toen was Sander zo salty dat hij echt gewoon boos was de hele tijd. Ja, maar... En uiteindelijk kwam je nog best wel dichtbij ook, hè? Ja, dat klopt. Maar elke keer als ik geluk heb, dan word ik genaaid. Zoals nu ook. Ik had in het begin best wel veel geluk. Stond ik voor. En op een gegeven moment word ik weer gewoon genaaid. Dat is altijd. Deze game heeft echt een hekel aan me. Elke keer, dan sta ik voor en dan word ik genaaid. Oh, gaat die gast. Ik kan nooit meer winnen.
Dat zeg je de hele tijd. Ja, omdat ook elk potje weer waar is. Want elk potje heb ik ook niet gewonnen. Ah, die kutboom. Oh, wacht, hij is niet. Waarom krijgt iedereen dan geld? Wat een kutboom. Nou. Ik ga hem nu afkijken, was er aan begonnen. Ah, nice, nice. Nou, dan heb je naar de eerste drie turns. Alleen het begin is al bullshit, dus als je dan nog niet geluk vindt. De eerste drie turns zijn al echt heel heftig. En Milan wil nog steeds niet beweren dat het geen geluk was. Dat iedereen er stond en dat hij de hele tijd 21 gooide of zelfs meer. Maar nee, het was verder geen geluk hoor. Nee, het was geen geluk. Het was gewoon skills. Dat was geen skills. Ja, Justin, dat moet zeker ook gebeuren. Ben je Aquajet nog tegengekomen, Justin? Poké Punch-Out. Oh ja, dus. Even kijken, hoe moet je ook weer punchen? Ah. Je moet gewoon al die Pokepummels in elkaar slaan. We doen wel gewoon wat. Nee, nog niet, Justin. Sorry, ik ga echt zo slecht, maar ze naaien me ook de hele tijd, hoor. Het is echt zo kut. Hier, dit bedoel ik. Ah, dit gaat zo slecht. Je hebt gewonnen. Oh, wat? Zeikert. Hoe dan? Nee, helaas niet, Justin. De hele tijd zat Peach mijn ding over te nemen. En Waluigi. Ik denk dat gaat hartstikke slecht, maar... Valt mee. Nou, dat kan niet. Dat kan niet als ze niet volgt. Nee, maar dat kan dus niet. Wat? Nee, ik zeg het tegen Justin. Oh. Het kan via Facebook misschien. Dat kan ik wel doen. Ja, doe ik straks. Ja, die gaan we wel even gebruiken. Ik heb, denk ik, Justin, ik heb denk ik het punt bereikt dat Sander nooit meer Mario Party met me wil spelen. Ja, dat denk ik ook. Ja, zo voel ik me dus altijd als ik Mario Party met Justin speel. Kijk, ik wil best verliezen, dat vind ik niet erg. Alleen het is de hele tijd met bullshit. Nou, daar kan ik maar tegen. Eerlijk gezegd, dit potje, moet je toegeven, heb ik ook niet met geluk of zo gewonnen. Ik heb gewoon mijn orbs gekocht, allemaal. En ik heb gewoon alles, gewoon netjes, zonder gelukkige dingen. Ik heb zelfs een ster verloren aan Peach. Door een duel, door een geluksduel. Maar... Ja, weet ik, maar... Ik heb wel steeds ongeluk, dat is het meer. Ja, dat is waar. Het is gewoon kut dat elke keer als ik ook maar iets van goed ga, dan krijg ik ongeluk. Echt niet normaal. Ik denk die ene Monopoly waar jij op een gegeven moment mij inmaakte, ja. Dat daar nog het minste ongeluk had. Ah, ja. Dat is echt wel heel wat. Nou, en dit potje was het meer van, jij had geen geluk, maar had je echt ongeluk? Zeg maar. Net als die warpipe. Ja, je had geen geluk dat je dat je Peach kreeg, maar je had niet per se dat je ongeluk kreeg, zeg maar. Maar Justin zei over het feit dat ik van hem had gewonnen de vorige keer, dat hij een weddenschap had gedaan met de Make-A-Wish Foundation. Oh. Om mij te laten winnen. Ken je de Make-A-Wish Foundation? Ja, dan is het toch dat je, weet ik veel wat, iets leuks gaat doen of zo, omdat je gewoon iets ziektes, hè? Ja. Ja. Dus dat... ik vond het wel een goede grap van hem, ondanks dat het niet aardig is. Nee, dat zeker niet. Oh, hoe was dat niet een hit? Je hebt gewoon gewonnen, Sander. Blijf rustig. Ja, dat is waar, maar...
op een gegeven moment had ik je echt gehit. Maar toen werd je waarschijnlijk net invincible omdat iemand anders jou hitte. Denk ik. Zo, dat zal dan wel. Oh, het is ook klaar ook. Is goed, ja, doei. Ik ben er ook klaar mee. Nou, ik ben benieuwd of ik nou gewonnen heb of niet. Jij moet doordrukken. Sowieso. Ik hoop het. Ik sta wel achter, hè. Nou, of Peach heeft gewonnen, maar ik ga sowieso niet tweede worden, zeg maar. Minigame Star, nou, die heb jij. Ja. Dus. Orb Star, nou, die heb jij waarschijnlijk ook. Of ik hoop het. Oh, nice. Dan heb ik weer gewonnen. Oh, deze heb jij? Action Star, die heeft Peach waarschijnlijk. Om mijn ultimate te naaien. Oh, iedereen behalve ik. Dat zeg ik. Dat bedoel ik. Wie had meer coins, jij of Peach? Ik. Oh, nee, dan heb jij gewonnen. Sorry Sander, deze keer moet je heb ik niet al te veel superveel geluk gehad. Ik heb wel gewoon goed gespeeld dit potje. Maar ik sta weer derde, dit is toch gewoon kut. Ah ja, dat is wel kut. Ik stop eerste heel lang, hè. Oeh, de minigames was nog best close. Ah, best close. 22. Nee, 23. Twee minigames. Dus 2,5 minigame. Die orbs, die had jij, ja. Ja, maar dit is ook zo bullshit. Volgens mij ben ik veel vaker... Nee, dat zal niet. Je bent drie keer op die bijen... Nee, twee keer op de sneeze en twee keer op de bijen ben je gekomen. Bedankt voor het kijken, jongens en meisjes. Ik vond het weer leuk om te doen. Ik denk Sander niet. Nou, leuk niet, nee, maar gezellig op zich wel, hoor. Ah, nou, dat vind ik fijn om te horen.